Hallo. Ja, hier aan tafel in de fabriek in Utrecht ontvangen we deze woensdagavond allerlei mensen vanuit kunst en cultuur hier. Hidde Boersma en Claire Pijnman, documentairemaker, cameravrouw en man zijn jullie allebei. Hoe is het met jullie in deze coronatijd? Is er een enorme streep door alles heen gegaan? Ja, er is wel een behoorlijke streep doorheen gegaan. Ik zou in maart echt nog elke maand gaan reizen. En 12 maart was gewoon alles afgezegd. Waar zou je naartoe gaan? Naar Amerika. Naar Utah. Ja, en om wat te draaien? Daar ben ik bezig met een documentaire voor de Duitse tv. Maar dat moest wel gedraaid worden. Was een soldaat die naar Afghanistan ging. En toen heb ik daar een crew die daar ter plekke was, heb ik geïnstrueerd. Maar met pijn in mijn hart natuurlijk. Ja. Ik heb het veel liever zelf gedaan. Ja, natuurlijk. Dus, en jij, wat stond er in jouw... Wij waren midden in een speelfilm bezig. Zwaar verliefd 2. Dat soort weer een romcom, maar wel een leuke weer. En die werd halverwege bruut gestopt. We hadden al 10 dagen ongeveer gedraaid. We zouden nog 10 in, of 12 nog in Nederland doen. En dan moesten we ook nog naar Spanje en nog even naar Amerika ook voor die film. Maar het gewoon, vrijdag hoorden we dat we zondag niet meer hoefden te komen. Nee. Nou is het zo dat er natuurlijk heel vaak wordt gesproken over de nare kant van corona. Want ja, die is groot. Ja. Is het zo dat het op een bepaalde manier ook, ik bedoel de anderhalve meter samenleving, ook boeiend is voor een cameraman of vrouw? Dat je denkt, dat geeft ook weer een nieuw inzicht in beeld. Om even positief te denken. Ja, absoluut. Ik bedoel, het is natuurlijk te gek überhaupt om weer een hele nieuwe... alles wat nieuw is, dat is ook zo mooi aan cultuur. Maar alles wat nieuw is, is natuurlijk inspiratievol. Ja. En er zijn inderdaad ook genoeg beelden gemaakt van de lege stad. Van de natuur die komt ineens veel meer naar boven. Ja, op de heel dieren, veel plekken, die dieren. Ja, en je eigen rust. Dat je denkt, wat voor leven hadden we eigenlijk. Ja. Ik vond die lockdown dat je echt even weer... terug op pas op de plaats maken, dat maakt wel veel, opent je ogen wel. Ja. En was dat ook wel weer fijn, die pas op de plaats? Ik vond het heel fijn. Ik had weer heel veel tijd om meer dingen te kijken en te lezen. En er waren heel veel leuke online cursussen over kunstgeschiedenis. Daar heb ik me heel erg mee vermaakt. Dus ik heb me niet verveeld in die zin. Nee. Want kunst. Maar ja, ik heb me wel echt alleen maar omringd met kunst in die maanden dat ik thuis zat. Dus ja. Vandaar het belang. Dat ik denk dat iedereen dat ook wel ziet. Dat echt het enige is waar je dan nog naartoe kan grijpen. Ja. En jij? Ja. Heb jij ook cursussen online gevolgd? Nee, maar ik heb wel weer heel veel series ingehaald. En dingen die ik heel graag al heel lang wilde kijken of zien of doen. Maar ja, voor de rest ben ik ook wel gewend aan... natuurlijk eens een keer een tijdje zonder werk. Dat zijn we allemaal als freelancers. Gewoon, je hebt een project waar je gewoon even een paar maanden flink je tanden in zet. En daarna heb je weer wat meer tijd. Ook of vaker om je dan weer inspiratie op te doen. En dus even wat juist rust te nemen. En dit was wel anders. En op een bepaalde manier, dat was beter als je het positief wil bekijken. Zeker. Nou hebben jullie dus, voordat de corona uitbrak, natuurlijk prachtige beelden gemaakt. Anders zouden jullie niet zitten. Jullie hebben een showreel meegenomen. Dus wij gaan er even naar kijken. Okay. Hoe jullie werk eruit ziet. Ja. Ben je regisseur? Valt er niks te regisseren? Wij maken. Wij zijn bang dat als we nu niks doen, de culturele sector omvalt. We maken wat los, we maken wat heel. We maken wat kapot, we maken wat mee. Wij maken radio met muziek, cultuur en nieuws. Wij kunstenaars, wij maken. We maken warmte, we maken verbeelding. En we maken soms een beetje troost. Wij maken intersectioneel en maatschappelijk geëngageerd werk. Wij maken het museum een plek waar iedereen zich thuis voelt. Wij maken circus. Wij maken jouw playlist. We zijn op de radio, op televisie. We spelen in het concertgebouw, in Ahoy, in de arena, in de kroeg op zaterdagavond. Wij maken geluid. Geluid voor film en televisie. Dit doen we allemaal als ZZP'er. Maar nu even niet. Nu ligt de stekker eruit. U neemt mijn huis als u de steun wegneemt die het ondersteunen moet. U neemt mijn leven als u de middelen neemt waardoor ik leef. Dit zegt Shylock in De Koopman van Venetië van William Shakespeare. Ik niet. Ik vertolk hem en u komt kijken. En samen lachen we en huilen we. Hopelijk tot snel.
Wij maken het mogelijk dat er gefilmd kan worden. We vinden de locaties en zorgen dat de toestemmingen er zijn en crew hun werk kan doen. Wij schrijven films en series en dat blijven we ook doen. We willen natuurlijk allemaal graag dat er weer heel veel mooie films gemaakt worden, maar op dit moment gebeurt dat niet. Weet je hoeveel mensen er op een aftiteling staan? Dat zijn er echt honderden. Dus we hebben het over geluidsmensen, cameramensen, belichters, make-up, kleding, visual effects, special effects, stunts, ja, noem maar op. Wij maken schoonheid in klank en taal. Wij maken het onzichtbare zichtbaar. Wij gidsen laten bezoekers al het moois wat Nederland te bieden heeft zien. Wij maken foto's. De foto's die je allemaal herinnert. Uit het verleden. Die van nu, maar ook die van de toekomst. We maken in de nasynchronisatie Nederlandse bewerkingen van prachtige, spannende, grappige en ontroerende buitenlandse series en films. Zodat jong en oud ernaar kunnen kijken. Wij maken de foto's waardoor we voorop lopen in de vaderlandse fotografie van varen. Wij maken muziek en dat wil ik blijven doen hoor. Wij maken. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk dat er veel steun komt voor muzikanten, mensen in de kunst, mensen die optreden, zangers, zangeressen. Voor zoveel mensen die in de entertainment zitten, het licht, geluid. Er zijn zoveel mensen die het heel zwaar hebben en daar is die steun keihard voor nodig. Als we niet uitkijken, wordt dit de toekomstmuziek. Ook een belangrijk filmpje, hè? Wat er allemaal te horen was. Maar het was niet het filmpje dat we van plan waren te draaien of te laten zien. Ja, nou, misschien is al een keer voorbij gekomen, maar dit was van de Creatieve Coalitie, waar de NSC, dat is dan de Netherlands Society of Cinematographers, die is ook deel van die Creatieve Coalitie en met z'n allen hadden een filmpje gemaakt om voor de kunstenaars, ja. Maar dat is per ongeluk op dat stiekje terechtgekomen. Jullie mooie dus, werk, want dat willen we natuurlijk allemaal zien en zeker iedereen ook die online zit te kijken. Gaan we wel draaien? Maar niet nu, want het is nu even onvindbaar. Nee. Maar we beloven dat we het nog gewoon laten zien, want dat is de moeite waard. Hoeveel mensen gaan we bijschrijven? 190. 190? 190 voor de cameramensen. En de grippers. Ja. En de grippers. En de camera-assistenten. We vertegenwoordigen natuurlijk jullie de hele club. Jullie hebben een rekensommetje gemaakt. Nee, maar de 190... We zijn een vereniging. Ja. Die heeft sowieso al 190 leden. Ja, 190 leden is de vereniging. En dat zijn niet alle grip, maar wij zitten ook voor inderdaad alle mensen die de cameramensen ondersteunen. Gaffers, grippers, noem maar op. Want zonder hun kunnen we ons werk helemaal niet doen. En voor hun ook bij de actie. Heel goed. En dank voor jullie komst. Ja. En het filmpje gaan we kijken. En dan genieten van jullie mooie werk, want dat maken jullie. Ja, jullie kennen het ritueel. Ja. Op het bord. En daarboven, dat had je gezien, hè, is het nog heel licht. Ik ben lang. Of leeg, beter gezegd. Staan stoelen. Wat is dat ongelooflijk veel en druk al daar op dat bord. Ik zie het nu van dichtbij voor het eerst. Ik zag het natuurlijk alsmaar online. Het is indrukwekkend. Cultuur in actie. Al die handtekeningen. Misschien goed te zeggen ook dat Claire Pijnman een gelauwerd documentairemaker is. Ooit een gouden kalf ook nog genoemd. Dus wij gaan genieten straks op een ander moment van alles wat jullie hebben gemaakt. Dank jullie wel. Cultuur in actie.